Goed, maar dit soort evenementen, dat is voor mij altijd veel te vroeg. Goedemiddag allemaal, technisch gezien morgen, maar who cares details. En welkom bij deze speciale video voor de opening van René Kaart's winkel. Die gaat vandaag openen. Ik ben er al half klaar voor en het is nu op dit moment 8 uur, dus ik ga Greg van het station halen en we gaan richting René Shop, dus op naar Naaldwijk. En we lopen. Wij lopen? Nee, we rijden. Nee, we lopen. We rijden. We lopen. We rijden. Zie je wel die snelle lopen? Oh, deze muziek. Hartstikke gezellig. Volgens mij zijn we aan de stormchase als ik zo voor me kijk. Hallo, blik op de weg hier. Je mag hier 130, wat hoor je? Dus, we zijn op het moment onderweg naar René Kaart's, de opening van de week. Jullie hebben net een intro gezien met een hele slaperige zeep. Eigenlijk Stevie. Ik heb een Stevie outfit aan. Ja, dat heb je zeker. Ja, serieus. Oh. Je hebt zelfs de handschoenen en alles. Ja, natuurlijk, altijd. Lafketel. Zegt een, wat was jouw idee? Henk, een skulkrat. Ja, Henk wist ik, maar wat is een skulkrat? Gerio Ibis. Oh ja, ja, ja. En degene die erin falen, ik wil serieus. Iedereen die noemt ondertussen dus Team Skullgrunts, Team Rocket Wannabes. Dus, wat jatte van de beste? Welkom in Zuid-Holland, dat maken wij zelf wel uit. Want wij hebben regen. Dus ja, ik moet zeggen, het is zo'n kleine anderhalf uur rijden. Dus we zijn onderweg en we zien jullie daar wel. En ondertussen kunnen we kijken naar hoe dat deze weg eruit ziet. We hebben net al een goederentrein ingehaald. Dat leuk. Goedemorgen. Zie je nou wel, stormchaser? Ja. Nou, we zijn dan aangekomen bij René. We doen dadelijk een, rondleiding geven. Maar de eerste klant die is er. Hey! Arnhem. Hey, ik ben hetzelfde Play 20, Stevie. Ik heb heel veel namen. Dus hoe vind je het dat er hier nou een... Ik vind het helemaal gek. Ik zat er ook op een Westlands kaartwinkel. Dus, ja, je bent eerste klant? Ja, ik hoorde het net. Ik hoorde het net. Op naar die video. Ja, dus ik zou zeggen, wat heb je besteld? Spannend. Ik heb een box Fusion Forces besteld. Ik sta hier helemaal in mijn Pokémon outfit en jij bestelt hier. Ja. Ik geef je rot gelijk. Maar ik zou zeggen, ja, leuk dat je eerst klant staat vast. Even zitten hoor, want het is... Ja, het is moeilijk, ze altijd op hun benen staan, maar te vroeg op. Hè. Twee... Hier is een van ons te hebben. Een sleeves? Car sleeves. Een René Kaart's button. Nice. Voor de echte fan. Dat is een principiële button die we kopen. De kaarten jullie veel te veel in mijn video's de laatste tijd zien, maar dat maakt niet uit. In Arsenal 5. Ja, nee, dat moet je gewoon openmaken dan, dat snap ik ook wel. Ja, nee, dat doe ik straks, maar ik wil eerst even kijken wat er allemaal in zit. Pokémon kaarten, Yu-Gi-Oh kaarten. Een keycard, of hoe iets te noemen. Keychain. Bijna goed. Ja, dat. Oh cool, Pokémon button. Nee, dat is een munt, dat is een coin flip. Oh echt? Ja, dat is officieel. Die ga ik bij mij hebben. Ja, gelijk om dat is geen goeie. Nou, op zich heel mooi. We hebben al gelijk een unboxing hier. Unboxing. Dat vind ik wel flauw, want ik dat eigenlijk degene die hier helemaal naartoe moest komen voor een unboxing. En dan ben jij de eerste die gaat unboxen. Nou, je hebt altijd baas boven baas, hè? Yu-Gi-Oh ben ik niet zo bekend mee, maar de cameraman wel. Dus ik reageer achter de camera op het moment. Ja, ik weet niet hoe dat met... Whiskey Chain. En het hier. Nee. Ja. Nice. Ze zijn allemaal zo mooi shine. In Arsenal 5, dat is altijd bij in Arsenal. Nee. En de mystery bag. Nee, dat is de. Nee,
ben zelf niet bekend met Yu-Gi-Oh! Helaas. Ja, ik wel. Ik heb een... Zijn dat goeie? Best wel. Best wel. Ja, jij speelt... Ligt eraan wat voor dek je wil, wat voor dek je aan het bouwen bent. Ja, ik speel zelf op het moment Pale Azorix. Maar net niet helemaal hoe... hoe de meeste het spelen. Ja, ik speel zelf met Magicians. Oh, cool. Cool. Ik heb een heel deck van de Magicians gebaseerd. Nou, ik heb ook Fire Fist nog bij me. Dat is gewoon mijn eerste deck. Die blijft. Punt. Nou, hier zal jij het over moeten zeggen. Oh, dit zou ik niet weten. Dat mag je gewoon vasthouden. Ja, nee, maar dat, nou, we hebben Rayquaza Spirit Link. We hebben een Clownsje. Wigglytuff. Jinx. Charmander. Dit is van de Evolution set. Gibble, die is niet van Evolutions. Die is weer van een ander pak. Hoothoot. Ze hebben allerlei series door elkaar gehaald. Staryu, Chespin en een Drowsy. Het is een beetje een mystery pack die ze samen bij elkaar hebben gegooid. Dat is op zich wel heel erg leuk. Op, dus leuk welkomstcadeautje zou ik zeggen. Leuk welkomstcadeautje zou ik zeggen. We gaan namelijk even een rondleiding door de winkel doen. En ja, jullie willen natuurlijk unboxing en alles zien. Er komt van alles. Iets van een box. Er zijn 36 pakjes. Leuk. Mijn vingers doen nou al pijn. Dus, in ieder geval, hoe heet jij eigenlijk? Ik ben Tom, kijk even. Hoi Tom! Tom, kijk eens Tom. Mijn stack Tom is awesome. Make it happen. In ieder geval bedankt hoor. Ja, gedaan. Nou, de eerste klant is dus geweest. En ik heb mijn setup ondertussen al klaarstaan om dadelijk te beginnen met een unboxing video. Hier wordt ondertussen uitgelegd hoe dat er gespeeld wordt. Er zijn hier mensen al aan het spelen. En dan ga ik jullie heel eventjes een beetje rondleiding geven over hoe dat de winkel eruit ziet. Dus dan gaan we gewoon helemaal eerst beginnen bij de voordeur. We zijn heel professional hierbij. Zo professional dat ik nog niet eens meer weet dat ik een deur moet openen. Goed, dus. Jullie hebben de foto's al gezien. Maar goed, ik zal er heel eventjes zo mooi voor gaan staan. Zoals jullie dus kunnen zien, het zonnetje schijnt ook nog eens een keertje, heel erg mooi. Dus zoals jullie kunnen zien, het is een oranje. Echt, het valt ook heel mooi op. Mooi in het hoekje, René cards. Vlaggetjes erboven. Nou, zo kom je dus hier bij de winkel van Cané. Zo waren we hier dus om 10 uur 's ochtends. En ja, ik wou het aan de ene kant filmen, maar aan de andere kant, het was best wel koud. Dus ja, nou, dan kom je dus zo binnen. Hartstikke mooi. En dan zie je dus hier al gelijk een hele mooie stand, helemaal vol staan. Hele mooie balie hier en de handen van René. Ja, de snor is ook heel belangrijk, maar de handen die hebben we de vorige keer heel goed gezien. Ja. Nou, dan zie je dus al gelijk dat het heel mooi bovenal helemaal opgedekt is. Ja, met Pokémon kaarten natuurlijk, maar ze hebben veel meer ook hoor. Ze hebben niet alleen Pokémon. Je ziet hier bijvoorbeeld puzzels die hier staan. Dus ze hebben dus ook nog een leuke goodiebag voor de eerste 100 klanten. Die hebben we dus net ook gezien. Nou, dan zie je dus hier de booster packs die te koop zijn. Ik kijk naar jou, Bart Smit en Intertoys. Zie je nou wel? Jullie zijn heel fout bezig. Waarom moet je naar René komen? Daar niet naartoe gaan, serieus. Ja, of je moet toevallig in de buurt zijn, nog naar René gaan. Het is hier veel gezelliger. Ik bedoel, serieus, je kunt hier ook gelijk Bart allemaal spelen. Het enige wat ik wel jammer vind, is dat ze hebben hier zoveel van die mooie mokken staan. Alleen mijn Eevee-mok staat er niet tussen. Omdat die staat nog steeds bij mij thuis. Daar heb ik vandaag lekker koffie uitgedronken. Maar elke jaar. Ik moet zeggen, echt de setup die ziet er heel mooi uit. Er zit echt ook een hele. Dit heeft ook een hele leuke sfeer. Je hebt 6 tafels zo te zien om ook te spelen. Daar gaan we dadelijk nog heel eventjes naartoe kijken. En ik ga dadelijk beginnen met een unboxing. En die unboxing die ik ga doen, dat wordt een aparte video. Want anders zou deze video veel te lang worden. Want we gaan nog niet naar huis. Want daar heb ik nog geen zin in, want het is lang rijden. Dus ja, nou, en dit is dan de gamehoek. Hier kun je dus gaan gamen. Hallo, hoi zeggen. Hier komt die grap vandaan, jongens. Hier komt die grap vandaan. Hoi zeggen. Nou, zoals je dus daar in de hoek ziet, daar zie je de setup. En wat ik ga unboxen is een Sun and Moon booster box. Mogelijk mag ik natuurlijk door René, want ja, nog een winnaars. In ieder geval, daar ga ik dadelijk unboxen. Het komt in een aparte video, dus dat komt niet in deze video. Er komt nog wel een unboxing in deze video van iets anders. Maar niet van dit. Dit wordt echt een hele aparte video. En ja, dat zien jullie me dadelijk dus live doen met de microfoon en met een slot gedaan. Dus dat gaat gewoon heel erg leuk worden. Dus ja, zo heb je hier een beetje dan Legend of Zelda natuurlijk. Ik heet nog steeds Zelda P20, dus... nou, dan zien we hier ook. Ik vind deze ook heel mooi, waar hier dan staat Wonderful Hobby Selection. Die is heel mooi.
Nice. Dus, hey, Thomas is er ook. Ik bedoel, Zapdos. Oh nee, die was gede-evalueerd naar Pidgey. Ja, je bent gede-evalueerd. Mega Pidgey. Nee, niks Mega Pidgey. Hij wil geen Legendary meer zijn, dan is hij dat ook niet meer. Natuurlijk maken we daar een grapje over. Thomas had er nog steeds goede contacten mee. Dus zoals jullie hem kennen nog van de hardcore serie als Zapdos. Dus ja, op zich een hele mooie wereld. Maar goed, de winkel is heel erg mooi. Maar ik ga dus beginnen met de unboxing video. Dus ja, jullie gaan me dadelijk in een heel erg benauwde positie zien. Dus, denk ik. Growlithe, Rock'n'Rolla, Cosmog, Reversed Hollow Double Colorless Energy, en een Sharpedo Hollow Rare. Oké. Sharpedo. Ik wist niet dat hij ook in Sun & Moon set zat. Maar goed, wat zegt u? Niks. Dus we hebben nee, hoeft niet en niks. Nou, 1, 2, 3, 4. Jongens, ik sta hier live in de winkel. Wat verwachten jullie met een darkness energy? Een Boldor, een Ultrabal, een Pinsir, een Snapple, een Alolan Rattata, een Sandile, een Piggyback, een Spearow, een Reversed Hollow Grubbin en een Hollow Dragonite. Wow, nice. 5 energie voor Grandtail. Flip a coin. If Tails, this attack does nothing. Dat zou vervelend zijn. 5 energie. Is nog hoop. Laten we het daar gewoon op houden. Oké, we draaien de bol om. Fairy type energie. Howl is het met jou. Passimian. Rotomdex. Dewpider. Bounsweet. Lillipup. Paris. Vero. Reverse Hollow. Beautyfly. En Stoutland! Dat is onze tweede Stoutland! Stoutland! Juist. Stoutland? Stoutland. Wat vinden jullie van Stoutland? Stoutland. Het gaat een beetje meer. Wie heeft een last van snor? Ja, dat was wel. Heeft een last van snor, toch? Denk je? Ja, ik bedoel, geweldige snor. Wannabe Rocket. Niks zeggen tegen René, hè? Niks zeggen dat ik daar een rommeltje maak. Sst. Oké, we gaan weer van 4 en gaan we weer draaien we hem om. Staalenergie, Wishy Washy, Ho, Dartrix, Drowsy, Cutiefly, Skarmory, Bounsweet, Alolan Diglett. Oh, dat was... heb ik iets fouts gedaan? Ik bedoel, dit is niet reversed. Dit is... Heb ik iets fouts gedaan? Oké. Nou, toch nog een kleine extra unboxing. Ik heb hier 5 boosterboxes van Sun & Moon liggen. En ja, die heb ik dus net bij de shop gehaald. Ik heb er een leuke goodiebag dus ook bij gekregen die jullie in het begin van de video zagen. En René heeft ze gekocht. Of ja, René heeft ze gekozen. Ik heb ze gekocht. Ik heb er een goed gevoel over. Ik heb er zeker een goed gevoel over. Dus ik ga gewoon gelijk beginnen met een eerste. En laten we maar hopen op die Espeon of Umbreon. Dat is hopelijk misschien ook weer een Reversed Hollow Eevee. Ik bedoel, serieus. Dat zal altijd leuk zijn. Goed. We gaan gelijk even kijken. Ik zag al een Zubatman. Och. Oké, ik heb Darkness Energie, Ultra Ball, Pinsir, Team Skullgrunt, Zubat. Ha, hoe komt die daar nou bij? Shellder, Yungoos, Paris, Caterpie, Reverse Hollow Araquanid. Ik ken nog steeds die uitschelden. En is onze eerste geluk? Hariyama. Gezondheid. Nou, het maakt niet uit. Hè. Eerst eventjes gewoon een beetje loskomen. Even een beetje los de kaarten. Helemaal geen enkel probleem. Rustig aan. Op naar de volgende. En bij de laatste 3 gaan we het even spannend maken. En ja, er komen nog veel meer unboxing video's natuurlijk. Nou dat René zijn eigen winkel heeft. Zo. 1, 2, 3, 4. Waterenergie. Een Passimian. Rotomdex. Een Pyukumuku, dank je. Zit die maar. Daar heb ik zoveel moeite mee met die naam. Ik weet niet wat het is. Rock'n'Rolla, Cosmog, Litten, Psyduck, Bounsweet. Een Reverse Hollow Alolan Grimer en Golduck. Ik hoorde dat Golduck heel goed was, maar ja, dat is een goede kaart. Vergis je niet, samen met Starmie van Evolution zou dat toch wel een hele leuke combo kunnen zijn. Goed, laatste 3 pakjes, spannende muziek. Editor, geef die spannende muziek nu op dit moment. Wij willen de spannende muziek, dankjewel. Ik hoor al tromgeroffel op de achtergrond, het wordt heel erg spannend hier jongens.
gaan het gewoon doen. Hij de boel om. Oké. Nog 3 pakjes. Vuurenergie. Golbat. Dragonair. Poliwhirl. Alolan Rattata. Sandile. Pikipek. Spearow. Fomantis. Butterfree Reversed Hollow. En een Hollow Kangaskhan. Oké, we hebben dus een Hollow Rare te pakken. Yubi. Dat is niet waar we op zoek naar zijn. We hebben geen Eevees. We hebben nog niks. Maar we hebben nog 2 pakjes te gaan. Dus de spanning die blijft. Met de koffie zetten op de achtergrond. Met koffie gaat het helemaal goed komen. Ja, ze horen alles, hè. Allemaal van die luistervinkjes. Ja, ook koffie. Ja, lekker. Wow, koffie rakenboer, daar heb ik geen problemen mee. Taalgebruik. Gregory weer, hoor. Oké, dit pakje is superlijn, dat kan niet anders. Goed. Nog 2 pakjes. We hebben Steel Energy. Rione. Timerball, die is heel goed. Ik denk dat ik die zelf in mijn deck zou stoppen. Deze is heel goed. Boldore. Lillipup. Dratini. Wingull. Stuffle. Pupleo. Reversed Hollow Boldore. En Masquerain. Helaas, P in de kaas. Laatste pakje. Krijgen we een GX te pakken, zou heel fijn zijn. Laatste pakje. Dat ging heel spannend. En nog een leuke afsluiting. Nou, ik moet wel zeggen, die Leo-gast. Dankjewel, Gregory. Die heb ik in kunnen ruilen voor Espeon dus. Hij is wel in mijn verzameling, maar het zal natuurlijk ook heel erg leuk zijn als we die uit een pakje kunnen trekken. Dus laten we maar beginnen. Laatste pakje. Ook Espeon. Nog beter. We hebben een fighting energie. We hebben een rare candy. We hebben een pinsig. How is het met jou? Sandygast. Eevee! We hebben een Eevee! Helemaal geweldig! Oké, dat is alweer goed. Dat is een goed teken. Eevee is een goed teken. Crabrawler. Marini. Alolan Diglett. Reversed Hollow Toucanon. Weer die vis op het eind. Het is altijd die brackish fish, hoe je het ook uitscheldt. Dus, uit deze booster packs helaas niet echt zoveel geluk. Maar ja, het blijft altijd natuurlijk een kansverhaal. Dus, nou ja, in ieder geval, ik heb nog iets voor een aparte unboxing video. Ik zal alvast heel eventjes een kleine spoiler geven. Deze, die zit er nog aan te komen. Zal ik hem gewoon stiekem hier doen? Tempting, ik hoor hier gewoon doen. Prima, dan hebben we in ieder geval een JX op de bank. Weet je wat, we gaan het gewoon doen. Ik gooi er even een... Het is een opening, het is feestelijk. Dus we gaan het gewoon doen. Dit is de Lee Canrock GX box, om precies te zijn. Dus die gaan we gewoon erbij unboxen. Eevee mag hier gewoon lekker op de bench blijven zitten. En dan kan ik jullie gelijk heel eventjes laten zien wat hier dus in zit. Wij hebben sowieso een promo kaart. Die ik heel voorzichtig... Ik serieus, dat ze dat nog steeds niet hebben gefixt met die verpakkingen, dat vind ik zo vervelend. Tegen deze? Oké, heel voorzichtig schrijven we die eruit. En het is een fighting, op zich niet een GX die ik nog zou kunnen gebruiken. Maar hij is zeker, ik moet hem zo houden voor jullie, hij is zeker heel erg mooi. Dus die mag zeker ook een plekje op de bench krijgen. En dan hebben we natuurlijk nog een paar booster packs en natuurlijk de giant card die hierbij zit. Zo, hier hebben we hem nog een keertje eventjes in het groot. Mochten jullie hem niet hebben goed kunnen lezen. Hij heeft wel een hele blije... Oké, hij kijkt nog een boos, maar hij heeft wel een blije zo... Een beetje Gary hoofdje heeft hij. Losers. Zoiets. Ach ja, in ieder geval de grote promokaart die houden wij achter de schermen. Deze die gaat eventjes in de meer. En dan gaan we eens eventjes kijken. Ik heb een Sun and Moon.
Breakpoint, Fates Collide, daar kan ook een Espeon en Umbreon in zitten. Nee, geen Espeon trouwens, hier kan Glaceon in zitten. Glaceon en Umbreon. Dus we hebben 2 Cinnamon, laten we die maar eventjes bewaren voor. Nou, weet je wat, we doen een Breakpoint ertussenin en we doen een Breakpoint. Dus we beginnen gewoon met Fates Collide, laten we daarmee beginnen. Fates Collide is altijd leuk. Spannende muziek. Zullen we dat al gelijk doen? Nee, niet nodig. Oké. Nee, hier is 3. Oh, ik ben helemaal Sun and Moon gewend ondertussen. Fairy Garden, daar ben ik heel blij mee. Breaksen. Scorch Earth, daar ben ik ook heel blij mee. Diglett. Larvitar. Carbink, daar ben ik ook heel blij mee. Burmy. Bronzor. Reversed Hollow Aerodactyl. Dat is geen EX. Nee, dat is geen EX. Lucario. Op zich. Dat is heel fijn voor jouw aura. Ja, jullie zitten om mijn handen te kijken, dus dat is heel apart. Ik vind het heel apart. Maar goed, het is een hele. Ook al zit hier geen EX in, dit is een hele goede pool. Want Carbink die is heel erg goed. De Scorch Earth die is heel erg goed. Fairy Garden is heel erg goed. Aerodactyl is heel erg goed. Dus 4 kaarten in deze boostpack die geweldig eigenlijk in een deck zijn. Maar goed, we zijn nog niet klaar. We hebben nog Cinnamon. Dus, dan gaan we gelijk wel even door hier naar heen. Maak er gewoon een rommeltje van hier ondertussen. 1, 2, 3, 4 bij Sun and Moon. Dan krijgen we een stalen energie. Rare Candy. Pinsir. Howl. Growlithe. Rabrawler. Marini. Rock'n'Rolla. Alolan Rattata. Rotom Dex Reversed Hollow. Decidueye. Ja, gewoon. Niet GX. Gewoon. Gewoon. Ja, gewoon. Gewoon. Het is nog weinig steeds. Ja, dat is weinig nog steeds, ja. Dat is weinig. Nog steeds hier live in de winkel. Wat leuk. Wat gezet. Even kijken, wat was dit? Breakpoint. Goed, we gaan naar Breakpoint toe. Codes, ja, als ze in beeld komen, nogmaals, ze zijn al redeemed. Sorry, ik kan ze nog steeds helaas niet weggeven. Dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Oké, ik heb een Sigilyph, Reversed Valley, Delinquent, die is op zich wel gemeen. Leuk en gemeen. Staryu, Scorupi, Petilli, Rat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 a, Numel, Reversed Hollow Honedge, en Clefable. Jongens, hebben we nou helemaal geen geluk met mijn pols? Wat is dit nou toch zeg? Nou ja, we hebben nog 1 Sun and Moon. Dit gaat hem worden. Ik voel het, Umbreon. Best Umbreon. Kan niet anders. We gaan gewoon gelijk kijken. Spannende muziek, editor, gooi het er maar in. Laat pakken. Op de achtergrond, ja. Daar hebben wij ook geen problemen mee. We hebben Eevee op de bench. Ga, Eevee. Eevee, kom eventjes goed in het midden van beeld. Maar even goed in het midden van het beeld. Casino Eye. 1, 2, 3, 4. Zo, wij beginnen met Fighting Energy. Experience Share. Spinda. Lily. Zubat. Shellder. Lily. Yungus, was het maar waar? Paris. Ik weet, ik ben gewoon geen fan van Paris. Ja, hebben jullie het ondertussen door? Mooi. Caterpie, Reversed Hollow Makuhita. Ja, hij is heel erg goed, joepie. Ik ga huilen in een hoekje, jongens. Wij gaan zo verder met de video. Nou, nou hebben jullie dus een unboxing video toch nog een beetje gezien. Niet echt veel geluk uitgehad, maar er zaten best wel goede kaarten in. En daar ga ik ook zeker een deck op baseren, zoals ik al zei, op de Staryu, Starmie en wat was nou Starmie met de Golduck? Dus daar gaan we gewoon proberen. Aquaballetjes erin flikkeren en alles. Dus ik ga leuk even experimenteren daarmee. Maar nou was ik dus net eventjes bij de balie en dan heb je nog wel eens van die momenten. Verdurie! Ik heb geen goede kaarten of ik zoek nog een paar van die kaarten. En daar hebben wij dan de map voor. In deze map, die verkopen ze dus ook, zo verkopen ze de kaarten dan los. Kun je dus mooi gaan kijken, nou zoals je al ziet, Psyduck en Golduck, die ik dus dankzij, ik noem hem niet meer René Junior, ik heb hem nou een nieuwe naam gegeten, hij heet nu X.
Want X is awesome. En hij is awesome, maar hij had een awesome deck. Gewoon een awesome deck. Fossielen. Dus, maar ja, wil je dus losse kaarten hebben? Het grappige is, zoals je dus kan zien, ik heb nu ook Umbreon GX. Ja, maar dat is volspelen. Luister, je kunt twee dingen doen. Deze die was een tientje. Het is een GX-kaart, is super zeldzaam. Ik heb in totaal, haha, spoilers, ik heb de boosterbox al opengemaakt, maar dan zeggen jullie lekker dat niet, dan moeten jullie nog even op wachten. Klik op Umbreon's awesome gezicht als jullie die video willen zien. Let wel, dit is alleen maar mogelijk op het moment dat de video live is. Dankjewel. Maar goed, in totaal heb ik nou 51 pakjes gedaan en het blijft een kansverhaal. Dus ja, of ik koop nu twee pakjes en heb 80% kans dat ik inderdaad een andere GX te pakken krijg of helemaal geen GX. En ik heb dus niks. Of ik heb die ene 5% kans tot die er dus wel in zit. Ja, nou sorry, dan ga ik liever voor de 10 euro en dan heb ik hem gegarandeerd. Dus vandaag. Dus altijd heel erg handig om ook eventjes in de map te kijken. Op de website, link staat natuurlijk in de beschrijving, kun je dus ook naar losse kaarten kijken. Dus ben je op zoek naar een specifieke kaart, kijk zeker wel eventjes op de website. Nou, wat ook heel erg handig is, is jullie zijn natuurlijk van op de hoogte. Bij de boosterbox ook, daar is een knip in geweest. In verband met, ik heb de pakjes geschud, want er is daar een probleempje mee dat er dus een manier is om de koeien er allemaal uit te gaan halen. Ik ga jullie de manier niet vertellen. Nou zijn ze natuurlijk bang van, ja, moet je dan wel losse boosterboxes halen? Ik zou zeggen, Bart Smits, Intertoys, sowieso, ze verkopen ze al voor te duur, maar die hebben nergens geen kaas van gegeten. En ik ben lekker heel erg mee geweest, ik ben bij er heel veel al langs geweest en ik heb lekker daar alles doorheen geschuffeld en de waarschuwing doorgegeven. En bij de meeste goede winkels, voornamelijk bij René, het eerste wat ze tegen mij zeiden is, ja, wij schudden de pakjes en we stoppen ze netjes in onze dingen. Nou, en dan kun je dus hier zien. Maar kun je dus hier zien. Dat kunnen we dus hier zien. Hier heb je dus hun manier van hoe dat ze dus de pakjes presenteren. En het leuke is dus met Sun en Moon, ze pakken de pakjes uit de boosterpak, schudden alles door elkaar heen en plaatsen het hierin. Nou, ik kan confirmen dat ze inderdaad goed gerend de mais zijn, want ja, wij hebben er twee goede pakjes uit gekregen. Uit de 5 die ik heb gekocht. En vergeet niet, ik heb gewoon deze netjes gewoon los gekocht. Dus ik kan me 100% zekerheid zeggen, René Cards die is daar heel netjes in. En mocht je dit videootje nou kijken en je hebt zelf toevallig ook dat je Pokémon kaarten in een winkel of iets verkoopt, wees gewoon slim, maak het pakje, de verpakking, de plastic eraf, schud die pakjes door elkaar heen en je weet zeker dat er niet gehusteld kan worden. Because nobody likes a hustler. Dus ja, ik denk dat, ik weet niet, hebben we daar nog tijd voor? Ik denk het wel. Potje? Jawel. Ja, dat is dan jammer. Ik moet nog met jou tegen jouw Mega Gengar, want daar heb ik nog geen één keer tegen gevochten. Oh ja, ik had alleen met Hilly Reu gespeeld. Precies, ik ga nog een potje doen met Krik. Leuk. Nou, de dag is voorbij. De portemonnee is leeg. Behoorlijk leeg. Ik heb leuke decks kunnen maken, we hebben hele leuke battles kunnen doen. Ik heb jullie al een beetje een keertje laten zien hoe dat we battles kunnen doen. Willen jullie nou een keertje ook zien hoe dat zo'n gevecht werkt, om precies te zijn? Ja, gewoon een keertje vragen van, goh, wil je online doen? En dan zullen we gewoon een keer een online video maken, dat is wat makkelijker om het uit te leggen. René, mag ik jou heel even storen? Heel eventjes dan, doe ik hem wel eventjes zo. Ja. En dan sta je ook mooi in beeld. Oh, leuk. René, ik wou jou toch heel even bedanken voor deze gezellige dag. Ik jou ook. Dus het is niet de enigste dag dat de winkel open is. Dus, nee, hopelijk niet. Ja, wel op zondag gesloten denk ik, hè? Nog wel. Nog? Maar dan gaan we aan werken. Rustig aan, joh. Dan gaan we aan werken. Er zijn nog evenementen. Ja. We zien jou zaterdag bij... Ja, zaterdag zetten wij... Ik weet niet er. Trouwens of deze video al klaar is dan, hoor. Want zaterdag kan al best voorbij zijn. Ik ben er op zondag. Jij bent er op zondag. Ja, zaterdag dan is Ekster volgens mij aanwezig. Ja. En Linda. Ja. Ja. Dus je moet een beetje zo houden, anders kom je niet in beeld. En je hebt gewoon een awesome snor. Ja. Nou, vraag ik wel mijn eigen af. Hè. Je hebt echt zo'n Dr. Wily snor. Kun je ook met je wenkbrauwen zo eventjes... Dr. Wily gewoon hier. René is de nieuwe Dr. Wily. Nee, heel erg bedankt voor je gezellige. En ja, hebben jullie dus bestellingen nogmaals? De link staat in de beschrijving. Dus zoek je je losse kaarten. Ja, ik raad aan. Heb je een paar boosterpacks gekocht en heb je je kaart niet gevonden die je wil hebben? Kijk eventjes of die los staat. Oké, het is misschien één boosterpack of twee boosterpacks die je ervan zou kunnen kopen. Maar geloof mij maar, ik heb 51 pakjes op het moment opengemaakt. Dan is die 10 euro een goede koop voor één EX of GX of wat je dan ook aan het zoeken bent. Maar goed, ik zou zeggen, kijk natuurlijk altijd eventjes langs. Heb je nog vragen, kun je ze altijd ook kwijt in de reacties. Ik zal het adres er ook nog een keertje bij zetten.
mocht je hier nog een keer langs willen komen. En daarmee ga ik toch deze video afsluiten. Krek komt er ook nog wel eventjes bij. Dan maken we even samen zo. Ja, zo even de afsluiting. Dus bedankt voor het kijken. Heb je het leukste momentje? Mag je ook laten weten. Zoals altijd, want dat is mijn outro. En laat een like achter natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt. Tot de volgende video, jongens. Doei! Doei!